Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag twee contracten ondertekend met belanghebbende partners voor een paar belangrijke infrastructurele werkzaamheden die de komende maanden zullen worden uitgevoerd. Het eerste betreft de bouw van een terminal met een enorme parkeerhaven nabij de Shulsetni-haven, volgens Siti Ahmad van het project Implementatie Unit van het ministerie van Openbare Werken. Het tweede contract is voor reconstructie van de brug over het Saramaka-kanaal. The current bridge, as we now know it, will be replaced by a 2x3 lanes bridge with bicycle paths and pedestrian walkways on both sides. In essence, it means that the current bridge of 17 meter width will be replaced by a 27 meter bridge. It is expected that the construction period as prescribed by the engineers 12 months, meaning that the crossing will be closed for at least 12 months, provided that all works of course are carried out as expected. De werkzaamheden hebben een totaal kostenplaatje van $8.3 miljoen en worden gefinancierd door de Internationale Ontwikkelingsbank. Minister Riyad Nour Mohammed van het departement noemt het een groot moment voor de uiteindelijke uitvoer van het project. We hopen dat de hele transportsector, waar dit onderdeel een probleem was, inderdaad opgelost wordt. Zeker de containers langs de Veluwewegen. En we hadden al vaak gezegd dat er een mooie toekomst komt voor de mensen met containervervoer. En dan hadden we de kwestie van de Van Overstraat. Ik denk de directe aanleiding was vooral de druk van de mensen van Kommerwijnen geweest. Die hebben jarenlang geklaagd over files. En natuurlijk, het andere transportverhaal kennen we. Maar dat was ook een van de redenen om de druk te verhogen om te kijken naar de oplossing. Dus dit project belooft zeker 10, 20, 30% van het verkeersprobleem te helpen oplossen. Van alle kanten, Paramaribo, Marika, Kommerwijnen, etc. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Kuldeep Singh Infra en China Roads and Bridges.